Hey mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. We zijn lekker bij de Outdoor Fitness Centrum waar we zo meteen wat oefeningen doen. Ik heb dumbbells meegenomen, hele goede dumbbells. Ik heb natuurlijk ook, die heb ik laten zien in een van mijn filmpjes, precies voor de borst, die gaan we goed trainen. We gaan wat dingen improviseren. Ik laat hier ook even wat zien wat je dus eigenlijk allemaal kan doen met de dumbbells en bankjes hier. Ik improviseer gewoon wat en ik zou zeggen doe gewoon mee. Voordat ik begin ga ik even een pre-workout nemen. En ik ga eventjes een minuutje of vijf even rondjes lopen hier om even op te warmen. Dus dat ga ik eerst doen. Als ik opgepompt ben, gaan we knallen. Dan laat ik jullie zien wat je allemaal kan doen met dumbbells. Thinking positive and believing you can do whatever it is you set out to achieve. And you have to believe to achieve. And one thing I want to touch on is just because you can't do it doesn't mean it can't be done. Zo, mensen. Ja, dat was even lekker een opwarming. Warming up. We zijn er nog niet. We gaan nog even wat anders doen voor de warming up. Dus we gaan direct verder. Zo, we hebben in ieder geval een lekker warming up gedaan. Ik ben nog een beetje bezig met een pre-workoutje. Even een slok. Het is zondag, het is vandaag heel rustig. Het is mooi om even jullie uit te leggen. We gaan een flesje om wat een aantal oefeningetjes nog normaal een beetje uit te leggen hier. Verbaasd me dat ik de enige ben hier momenteel. Het is ook nog heel vroeg, het is al 8:30. Ik heb net wat rondjes gelopen, ik heb net een warming-up gedaan. Mijn lichaam is een beetje warm. Het is ook de bedoeling dat we gewoon direct zo doorgaan. Want elke keer als je afkoelt, ja, dan weet je, dan moet je weer een beetje opstarten. Het is net een auto die start je op, hè, even warm en dan rijden. Een beetje hetzelfde als fitness eigenlijk. Hè. Je lichaam een beetje opwarmen en sporten. Dus dat gaan wij zo doen. We gaan oefeningen doen met de dumbbells. Je moet in dingen improviseren. Als je nou een auto bijvoorbeeld hebt, hè, dan kun je van alles meenemen. Dat is natuurlijk hartstikke ideaal, heb ik niet. Maar goed, ik heb dumbbells mee in een tas, in mijn rugzak. En ja, op de fiets kun je ook gewoon best wel veel doen, meenemen. En het is gewoon ook even een lekkere omgeving. Dit is een kleine outdoor fitness. Dit betekent dus dat er nog vele, vele grotere fitness outdoors zijn. In Groningen ken ik er helaas niet een hele grote. Er zijn hier wel een paar in Groningen. Die heb je waarschijnlijk nog wel gezien in een van mijn andere filmpjes. En wij gaan gewoon doen wat we kunnen doen. En als jij nog een idee hebt van, nou, misschien kun je dat ook eens meenemen, dan zal ik gewoon zeggen, zet gewoon een leuke reactie neer. En ik ga jullie laten zien wat ik ga doen. Zo, we gaan beginnen met de eerste drie oefeningen van de borst. Om te beginnen gaan we de dumbbell press doen. En die doen we natuurlijk gewoon op een normale manier naar beneden en naar boven toe. Zorg ervoor dat je je beide voeten op het andere bankje goed neerzet. En als je het lekkerder wilt voelen onder je rug, pak dan een handdoek of een soort gelijk kleed. We gaan vervolgens nu ook de binnenkant van de borst pakken. En deze draai je in als je naar boven komt. Adem in, beneden, adem uit, naar boven. En om de buitenkant van de borst meer aan te pakken, kun je natuurlijk de dumbbell flies doen. En ook deze oefening laat ik zien aan jullie. Je kunt op dit bankje natuurlijk nog een oefening doen. Hiermee pak je ook natuurlijk de borst. Zorg ervoor dat je de dumbbell naar boven en rustig naar beneden gaat. Adem in wanneer je naar beneden gaat en adem uit wanneer je naar boven komt. Deze kun je tussen de 8 en 12 doen en zorg ervoor dat je deze ook zorgvuldig uitvoert om goed de borst aan te pakken.
In deze oefening gaan we de biceps pakken. Deze oefening is ook heel leuk om te doen op dit bankje. Hiermee pak je de binnenkant van de biceps aan. Zorg ervoor dat je op het bankje zit, voorovergebogen, elleboog tegen de zijkant van de knie. En dan heb je wat evenwicht en kun je de oefening zorgvuldig uitvoeren. Zorg ervoor met het ademhalen dat je in ieder geval wanneer die beneden is inademt en naar boven uitademt. Doe deze ongeveer 8 à 12 aan elke kant van de arm. En dit is natuurlijk de bekende oefening, de push-ups. Dit keer niet met de handen op de grond, maar op de dumbbell. Zorg er tevens voor dat je de benen uit elkaar haalt, zodat je in ieder geval een goede balans vindt. En dat gaan we tevens ook doen met deze oefening. Deze oefening is grotendeels voor de rug. Zorg ervoor dat je tussen de 6 à 8 aan elke kant doet. Mocht het te zwaar zijn, haal je wat gewicht eraf. Het is de bedoeling met het ademhalen dat je in ieder geval uitademt wanneer je boven komt. En op de grond inademt. Mocht je nou wel last van je rug krijgen, dan zal je eventueel nog met de knieën op de grond wat balans kunnen vinden. Goed, we gaan dan ook de dumbbells doen natuurlijk. En dit keer mijn favoriet, de biceps. Zorg ervoor dat je bij het bovenkomen van deze oefening uitademt. En wanneer je de positie naar beneden doet, inademt. Zorg er tevens voor dat je ook goed balans vindt op de grond. Dus als je op een matje staat of op tegels, zorg er gewoon voor dat je goed staat. We gaan ook nu de hammer curl doen, maar dit keer de binnenkant. We pakken hier tevens ook nog eens de chest mee. En ook voor deze oefening geldt het op omhoog uitademen en beneden inademen. Goed, we gaan vervolgens een andere oefening doen. Eventjes rekken en strekken natuurlijk en vervolgens weer verder gaan. We gaan het nu in ieder geval wat dichterbij laten zien, dat je de oefening ietsjes beter ziet. We gaan wat door de knieën heen en we pakken hier natuurlijk mee de rug. Adem uit wanneer je boven komt, adem in wanneer je naar beneden komt. Doe deze tussen de 8 à 12 keer. En zoals je ziet kun je hem ook een beetje schuin pakken of een beetje indraaien als je naar beneden gaat. Deze oefening is voor de trapezius, de bovenkant. Deze oefening doen we niet vaak in de sportschool, maar om wat beter goede vorm te krijgen boven in de nek, is het de bedoeling dat je boven komt en dat je beneden uitademt. Deze oefening moet je ook tussen de 8 à 12 keer doen. En als het te licht is, dan maak je het gewoon zwaarder als je natuurlijk het gewicht voor de dumbbells hebt buiten. Goed, de volgende oefening die we ook al eerder hebben laten zien. Ook deze is natuurlijk voor de borst, de binnenkant en de buitenkant. Gewoon lekker van je aftrekken en rustig in positie brengen. Mocht je nou het te licht vinden, dan doe je er gewoon een bandje. En mocht je het te zwaar vinden, dan kun je weer een bandje eraf halen. We gaan vervolgens nu weer een oefening doen die voor de borst is. Deze is een soort kabel, maar dit keer natuurlijk met dumbbells. Vanuit onder naar boven pak je de binnenkant van je borst. Ook deze oefening is het bij het ademhalen dat je als je naar boven komt uitademt en naar binnen inademt. We gaan nu de schouders trainen. Niet op een bankje, maar staand. Zorg ervoor dat je goed staat en dat je beide benen een beetje uit elkaar is, zodat je wat balans vindt.
Gewoon één voor één omhoog, uitadem boven, adem in wanneer je naar beneden komt. En nu gaan we een soort deadlift doen. En dat doen we natuurlijk met dumbbells. Zorg er goed voor dat je in een goede positie staat. Rug recht houden natuurlijk als je naar beneden komt. En uitadem als je naar boven komt. Wanneer je deze tussen de 8 tot 12 keer hebt gedaan, kun je vervolgens ook natuurlijk een andere oefening doen. We gaan nu de lunges doen. Deze zijn goed voor de bilspieren. Zorg ervoor dat je in een goede positie staat en gaan met die banaan. Deze oefening noemen we de lunges. En hiermee pak je grotendeels de kuiten, de kont en de dijen. We gaan de schouders doen. Deze gaan we van elkaar afhalen, zoals je ziet. Adem uit wanneer je boven komt, adem in wanneer je naar beneden gaat. Mocht dit toch te zwaar zijn, haal je wat gewichten vanaf, zodat het wat makkelijker wordt. Zorg ervoor dat je ze goed naar boven doet en dat je een seconde vasthoudt en dan weer naar beneden. Dit noemen we de front raises. Nu doen we ze naar voren. Ook dit is hetzelfde. Zorg ervoor met uitademen naar boven en inademen wanneer je naar beneden gaat. Deze kun je ook tussen de 8 en 12 aan elke kant doen. En zorg ervoor dat je een seconde omhoog houdt en dan weer loslaat. We hebben een bankje gevonden om ook een oefening te doen die voor de rug is. Zorg ervoor dat je met de knieën gebogen deze oefening rustig pakt. Trek hem goed naar achteren, naar de schouderbladen toe. En adem uit wanneer je natuurlijk naar boven komt. En adem in wanneer je naar beneden gaat. We gaan vervolgens ook de andere kant pakken. En zo zie je maar weer waar een bankje goed voor is. Want deze oefening is ook ideaal gewoon te doen voor je rug. We kunnen veel meer met de elastiek die ik net liet zien, want ik heb hem op een pal gedaan en vervolgens trek ik hem naar me toe. Hiermee pak je ook de rug, de binnenkant van je achterrug, maar natuurlijk ook een beetje je armspieren. Het is een lekkere oefening. Zorg ervoor wel dat je dit met twee bandjes doet, want 3 of 4 is gewoon niet te doen, want dan trek je hem stuk. Ik ga nu het op een andere manier doen. Ik doe hem nu aan de achterkant en daarmee pak ik ook nog een beetje de biceps. Het gaat een beetje mis, maar dat geeft niet. We laten het gewoon doordraaien en daarmee zie je maar weer dat het uiteindelijk toch weer goed komt. Adem uit wanneer je naar boven komt, adem in wanneer je naar beneden gaat. Nou, dat waren alle oefeningen zover. Ik hoop dat jullie genoten hebben. En tot snel. Zo, was het alweer. Lekker getraind. Gaat ook lekker druk worden allemaal weer. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video in ieder geval. We hebben weer heel wat oefeningetjes gedaan. Natuurlijk met natuurlijk de biceps, schouders, rug, borst, warming-ups. Dus we hebben genoeg gedaan. We gaan binnenkort terugkomen in een leuk filmpje. En dan gaan we weer even op de plek trainen. En ik zou zeggen, blijf sporten in deze tijd. En blijf gezond. En tot snel. Ciao. Vonden jullie dit nou een leuk filmpje? Zet dan een leuke like neer. En ben je nieuwsgierig naar andere filmpjes? Klik op een van deze filmpjes naast mij. Of nog beter, word abonnee. En tot snel.